Bijna de hele selectie van Willem II genoot door het interlandvoetbal van een vrij weekend. Maar dat gold niet voor Virgil Michijan. Hij werd voor het eerst opgeroepen voor de belofte van Oranje. Op vrijdag won de ploeg van bondscoach Remy Reinierzen een oefeninterland van Servië. En Michijan debuteerde. Ja, dan speel je vandaag de tweede helft. Was dat lekker even 45 minuten als je beter dan koud op de bank zit? Ja, dat zeker. Ik had wel natuurlijk wel wat langer gehoopt. Maar ja, een helft spelen is ook heel fijn. En ik ben blij dat we hebben gewonnen. En in de tweede helft zijn volgens mij alle doelpunten gevallen. Ja, ik ben wel blij dat ik heel snel na die wedstrijd van Breda weer een wedstrijd kon spelen. Om zeg maar gewoon even dat gevoel van Breda weg te werken. Want daar zat ik nog wel een tijdje mee. En ik ben blij dat we vandaag gewonnen hebben. Dus nu zit er weer eindelijk weer een overwinning in mijn lichaam. Virgil, daar hebben we het uitgebreid over gehad de laatste dagen. Die is heel goed in aan de bal zijn en dan vaardig zijn. We hebben hem er ook op gewezen dat hij zich ook moet diep laten sturen. Omdat hij daardoor ook zijn kwaliteiten kan tonen. Door meteen richting die goal of richting de zijkant diep gestuurd te worden. Dat hij dan ook voor gevaar kan zorgen. Maar ja, die jongens hebben in hun aard om lekker in de bal te komen. En zelf aan de bal dan wat vaardigheden te tonen. En dat heeft hij vandaag ook wel iets te veel gedaan. Het veld lag er niet echt heel... Ja, heel goed bij. Ik probeerde een paar keer een voorzet te geven, maar ja, die landde te hoog ergens anders. En ja, aannames waren soms niet helemaal top, maar ja, daar kan ik van leren en moet ik gewoon meenemen terug naar Willem II. Ja, en het proeft wel naar meer om vaker het oranje shirt aan te mogen trekken? Ja, zeker. Het was heel mooi. Dit week was heel mooi, dus ik hoop wel vaker dat ik erbij mag zitten.